Ouderwets druk was het afgelopen zaterdag tijdens de Lampengatse optocht. Er waren veel mensen op de been in de Eindhovense binnenstad om de stoet met loopgroepen en carnavalswagens te bekijken. Hoe vind je het om carnaval te vieren? Heel leuk. Ik heb lekker veel snoepjes. Ja. En kleurrijk. Wil jij een koning van mij? Ik zie de vrouw niet meer zitten. Maar zie de geizer nog wel zitten. Ik zie hem niet meer. Heb je dat zelf uitgekozen? Ja. Wat is nou zo leuk aan carnaval? Ja, eigenlijk. Ja, hier. Ja, dit eigenlijk. Ja, de gezelligheid, ja. Lekker drinken en iedereen lekker mooi verkleed en gewoon... Zijn wie je kan zijn. Het samen zijn met z'n allen, met vrienden, familie en lekker een feestje bouwen. Een carnavalskriebel, die begint al een half jaar van tevoren bij de gedachte, oké, wat gaan we dit jaar aandoen? En dan wissel je nog 3 keer van outfit. En dan die week van tevoren dat je alle spullen binnen hebt en dan echt aan de slag kunt gaan. Dat is fantastisch. Ik denk als een kind in de snoepwinkel, gewoon blij, vrolijk, dat. Even los, 4 dagen los. Ja, een beetje gek doen. En kan je uitleggen hoe zo'n carnavalskriebel voelt? Dat is aangeboren. Dat is een gen en dat bezit je of dat bezit je niet. En dat gaat er ook niet meer uit. Daar zijn die handen. Je ziet super veel vrienden van je en daar kan je dan mee spelen bij carnaval. Het is gewoon altijd gezellig en veel leuke muziek. Gewoon heel gezellig en ik kom helemaal uit Friesland, hè? Dus ik kom echt puur voor carnaval. Dat je mag heel veel confetti zien en mag je heel veel feest vieren. Met samen zijn en lol maken, een keer lachen in plaats van al het trieste gedoe op de tv. 1 dagje per jaar, dat is ook genoeg voor mij hoor. Mijn tuinman, we vroeg op dinsdag weer. Ik ben gisteren al begonnen, dus we gaan er tegenaan.